50 jaar Bovee, dat is toch wel reden voor een feestje, zeg. Absoluut, er is een hoop gebeurd in een halve eeuw. Nou, ik kan je zeggen dat de mobiliteitssector de eerste en ook nog steeds de enige sector is die kan beschikken over zo'n prachtig bedrijf als de Bovee Verzekersmaatschappij, die zo succesvol bezig is. Klopt helemaal, Berto, en dat hebben we voor een groot deel te danken aan onze klanten. Kijk, hier zit er een, hè? Ja, Frank, en in dat kader mag ik je best wel een drankje aanbieden, denk ik. Wat zal het zijn? Kom maar, een lekker biertje. Een lekker biertje. Klopt zo. Nou, cluster raakt ook wel een, Berto. Frank. Santé. Dankzij ondernemers zoals jij is de Bovee mij zo succesvol. En daarom willen jullie graag bedanken en jullie mee laten delen in de feestvreugde. Het komt hierop neer dat iedereen die bij ons verzekerd is, en BOVAG-lid uiteraard, gaat een extraatje ontvangen dit jaar. Dus jullie ook. Volgens mij hebben die BOVAG-leden toch al een cheque per post ontvangen. Klopt helemaal, Berto. Een cheque en een jubileummagazine. Dit is al naar iedereen toegestuurd. En ze hoeven de cheque niet apart te verzilveren. Iedereen krijgt het bedrag automatisch op zijn rekening overgemaakt. Ik vind het sowieso een goede zaak dat Bovee mij de winst terug laat keren in de branche. Klopt, Frank. En daarom keren wij jaarlijks 30% van onze winst uit aan de aandeelhouders. En aangezien BOVAG een van die aandeelhouders is, we hebben ongeveer 83% van de aandelen van Bovee in ons bezit, kunnen we dus met het dividend wat wordt uitgekeerd, kunnen we dus bijvoorbeeld investeren in onze merkencampagne. Dus het BOVAG-merk versterken zonder dat we het contributiegeld hoeven te verhogen. Dat is natuurlijk fantastisch, toch? Dat klinkt mij als ondernemer als muziek in de oren. Ik vind het trouwens fijn dat jullie weten hoe de branche in elkaar steekt. Jullie zijn meer dan een bedrijfsverzekeraar. En daarom zit ik bij de Bovee mij. Hoe zit het nou eigenlijk precies met leden die nog niet bij jullie verzekerd zijn? Krijgen die dan geen jubileumuitkering? Heel simpel, Berto. Iedereen die voor 1 januari klant wordt, krijgt het jubileumdividend. Dus BOVAG-leden, niet verzekerd bij jullie, voor 1 januari moet zich melden? Ja, voor 1 januari de handtekening zetten en ze draaien volledig mee. Nou, post, ben je een beetje klaar met glazen vullen? Dan kan het feest tenminste beginnen. Ik ben er helemaal klaar voor, Berto. Een rondje van de zaak. Proost. Proost.